Nou, hi iedereen en welkom bij mijn eerste vlog. Ik vind het echt te awkward. Ik zit nou gewoon buiten tegen mijn camera te praten. Ik moet echt wennen hieraan. Dit wordt mijn allereerste vlog, omdat mensen vaak vragen of ik wil vloggen. Maar ik heb echt geen leven, ik heb nooit iets te doen. Ik ben altijd aan het werk of thuis. Dus ik dacht, ik ga voortaan speciale dagen vloggen. Zoals vandaag, mijn moeder is jarig, dus we gaan allemaal leuke dingen doen. Waar ik straks meer over vertel. En ik dacht, ja, het is misschien wel leuk om jullie vandaag mee te nemen. En dit worden dan extra video's, dus niet in plaats van mijn beauty video's. Maar ik vind het echt super awkward en ik heb dit nog nooit gedaan, dus give me a break. Ik heb al een keer eerder proberen te vloggen op vakantie, maar dat was echt geen succes. Dus toen ben ik ook gewoon gestopt, maar nu wil ik het weer proberen. Nou, het is nu echt heel vroeg, het is bijna 9 uur. Ik vertrek nu naar Den Bosch, want ik heb daar om 10 uur een afspraak. En daar vertel ik zo meteen meer over. En wat we dus gewoon vandaag allemaal gaan doen is leuke dingen voor mijn moeder. Zij weet van niks. Zij weet wel dat we dingen gaan doen, want ze moest vrij houden. Maar ze weet niet precies wat. Dus ik en mijn zus gaan vandaag met haar op pad. En jullie gaan zien wat we allemaal gaan doen straks. Maar voor nu eerst naar Den Bosch. Mensen, ik ben er echt veel te vroeg. Ik ben 40 minuten te vroeg. Dus ik dacht, ik ga even praten met jullie. Ik hoop dat jullie mij wel goed kunnen zien. Dit is echt zo awkward. Ik kan echt niet beschrijven hoe awkward het is. Echt, iedereen moet even in zijn auto gaan zitten of weet ik veel waar gaan zitten en een camera aandoen en gaan praten. Dan weet je hoe awkward het is. Maar ik weet dat dit wel echt went, want met mijn beauty vlogs had ik dit ook de allereerste keer. Dus ik moet gewoon even weer helemaal overnieuw wennen. Ik zal ook even vertellen wat voor afspraak ik heb. Ik heb een sollicitatiegesprek voor een nieuwe baan. Dus ik hoop dat ik wat aangenomen. Als ik niet wat aangenomen, dan knip ik gewoon dit er gewoon uit. Dan fuck it, dan vertel ik het gewoon niet. Dus als je dit nou hoort, dan weet je al dat ik ben aangenomen. Want ze had al gezegd dat ze mij in het gesprek al laat weten wat het wordt. Of ik word aangenomen of niet. Dus dat is wel echt chill. Dus ik ben echt benieuwd. Maar ja, ik sta nou wel hier geparkeerd. Want de navigatie bracht mij hier naartoe. Maar ik weet echt niet waar ik naar binnen moet. Het is een beetje hier fabriekachtig. Zo'n kantoor. Dat er allemaal van die kantoorgebouwen staan. Maar ik weet niet waar ik naar binnen moet. Oh my god. Nou ja, ik zie wel. Nou, zoals ik al toen net heb verteld, wordt het mijn allereerste vlog. Dus ik weet nog niet precies hoe ik het best kan doen. En ja, hoe lang de vlog gaat duren. En ja, hoe ik het allemaal het beste kan editen straks. Dus misschien dat de vlog niet helemaal perfect wordt. Maar ik doe mijn best. Want ik ben beautyvlogs gewend. Ik weet precies hoe ik die moet maken. En wat ik wanneer moet zeggen. En wat ik wanneer moet filmen. Terwijl ik dat nu niet echt weet. Maar ik bekijk echt heel veel vlogs. En ik zie altijd dat hun ook de gebouwen dan laten zien. Van waar ze naar binnen gaan en al die dingen. Dus dat ga ik gewoon nou ook proberen. Weet je wat nou echt verschil zou zijn? Als ze mij gewoon kunnen zien vanuit het gebouw. Zien ze mij allemaal tegen een camera praten. Maar ja, ik hoop het niet. Want ik sta echt tegenover een hek of wat het ook is. Maar ja, ik ga dan nou stoppen met praten. En ik ga gewoon even op zoek naar waar ik naar binnen moet. En dan zie ik jullie na het gesprek weer. Met hopelijk goed nieuws. Nou, daar ben ik weer. Ik ben aangenomen. Ik ben echt blij. Ik zal even vertellen wat voor baan het is. Ik werk nu bij Kiko. En dit is een kantoorbaan, iets met ICT. Het is een ICT-baan. Ja, ik kan wel precies gaan vertellen wat het precies is, maar slaat nergens op. Dus ik ben echt super blij. Haha. Ik kan in principe al meteen beginnen, maar ja, ik kan hier zomaar weggaan bij mijn andere baan. Dus ik moet even kijken. Maar ik ben in ieder geval blij en ik wilde dit aan jullie vertellen. Nou, ik ga nou snel weer verder. Ik zie jullie zo weer. Nou, ik laat even snel mijn outfit zien. Ik heb deze legging van de Zara, trui van de Primark, Louis Vuitton boots en ik ga nog een jas aandoen. En met deze tas. En that's it. Nou, ik sta nu even stil bij het parkeerplek. Ik ga even vertellen wat ik ga doen. Ik ben nu onderweg naar Waalwijk. Ik ga dan naar een kledingwinkel, Lux Ambition. Daar is een kledingwinkel van een vriendin van mij, Jamie en haar vriend Romano. Jamie is er nu niet, maar Romano wel. En ik ga daar dan even kleding halen. En dat laat ik jullie even zo meteen zien. Ik ga nog niet laten zien wat ik precies haal. Want ik ga aan het einde van de maand een shoplog doen. En dan kun je alles zien wat ik heb gekocht. Ook in andere winkels, niet alleen die winkel. Ik heb net bij de Appie deze koekje gehaald, deze chocoladekoek. Ik haal die eigenlijk altijd bij de Subway. Die bij de Subway, echt mensen, als je die nog niet op hebt, haal die. Die zijn echt de lekkerste chocoladekoekjes ever. Deze zijn niet zo lekker als daar. Maar ik heb geen zin om naar de Subway te gaan voor één koek. Dus ik heb hem gewoon even gehad bij de Albert Heijn. Maar echt, mocht je de tijd hebben, ga naar de Subway en haal die koek. Zo lekker. Tot zo. In de winkel.
ik ga even hier iets uitzoeken wat leuk is. En ik ga dat dus, zoals ik al zei, in de shoplog laten zien. Nou, moet jij stress gaan spreken, hè? Dat is stress, hè? Nou, maar... Ik heb ook eentje, ook tips bleken en dan ben ik klaar. Ben je nou aan het filmen? Ook genoeg van. Oh, dan ga ik even pinnen, dus zij. Ja. Maar, moet ik gaan roeien? Moe, ik heb je de zin in? Je komt in de vlog. Maar, doe je bril af. We gaan nou allemaal verrassingen doen. Ik en mijn zus. We hebben allemaal verrassingen gepland. En we gaan er nou naar de eerste verrassing. En we gaan zo meteen zien wat dat is. Nou, de eerste verrassing was dus een massage. Ze krijgt een uur een massage. Heeft hij een naam, die massage? Of is het gewoon massage? Massage. Thaise massage. Thaise massage. Ik heb dus net laten zien hoe het bedrijf heet. Het is gewoon aan huis. En het is een, ja, wat is haar afkomst? Thais? Aziatisch. Ja, Aziatische vrouw. En die hele lieve vrouw. En die gaat dan gewoon masseren voor een uur. Dus mocht je daar ook interesse in hebben, dit is in Tilburg. En dit is het cadeautje van mijn zus, officieel. En dan straks krijgt ze nog een verrassing en dat is dan mijn cadeautje. En dat zien jullie straks. En nou moeten we dus een uur wachten, dus we gaan even chillen voor een uur. Ik zit met mijn schoenen onder het tapijt, omdat ze moesten uit, maar ze zijn echt gedoe om uit te doen. Dus heb ik dit als oplossing. Ja, ik vind Thaise reclame. Of Thaise. Hoe was het? Thaise massage, ja, toch, toch het beste. Ja. Had ik ook ooit gehad van BH. Oh, dat past. Oké. Okay. Nou, ja, we zijn klaar. Dat was de massage. Oké, nou gaan we naar verrassing 2. Spannend. Oh ja. Ja, oh ja. Maar. Nou, je gaat worden opgemaakt bij Mac. Ze gaat worden opgemaakt bij Mac. Ze is nog nooit opgemaakt. Dus het leek me wel een leuk cadeautje. Nee, maar ik doe dit. Deze is mooi. Deze is echt heel mooi. Deze heet Double Gleam. Deze is echt zo mooi. Oh my god. Kijk hoe mooi. Zo mooi. Oh, model. Lach eens. Oh. Moeko, vond je het leuk? Ja, dat vind ik het hartstikke leuk. Heel lief van je. Zo bedankt. Ik ben lief. Witte dag. Nou, ze heeft nog haar twee verrassingen gehad. Dat was massage en worden opgemaakt bij Mac. Nou, we zijn nu uit eten bij Massel Restaurant en Café. Dat is in Tilburg en dat is Turks, volgens mij. Is een contour on fleek. Nou, ik ben weer thuis. Maar vond je het leuk? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Mooi. Je bent nou weer 40 geworden. Ze wordt elk jaar 40. En ja, nou ben ik gewoon weer thuis. Ik ga niks meer doen. Ik blijf gewoon thuis. Want ik moet morgen werken. Jezus. Lekker ding. Hoi CM. Hoi. Eentje wil niet in beeld. Nee. Nou, ik ga mijn vlog afsluiten, want er gaat toch niks meer gebeuren. Ik vond het wel echt moeilijk om te vloggen. Want ik weet nou niet of ik genoeg heb gepraat of niet. En of ik genoeg heb gevlogd of niet. Maar ja, dat zie ik wel als ik ga editen. Vergeet niet te abonneren en te liken. En er komen gewoon elke week 2 beauty video's. En dan deze vlog als extra video. Yay! Yay! En dan zie ik jullie snel weer. Doeg! Jij ook doei zeggen? Ja, doei. Zeg maar doei. Inderdaad.